vandaag zijn bij het krachtstation, nou laten we zeggen, de Open Kanaaleilandse Schaakkampioenschappen. Ongeveer 20 mensen, zowel jong als oud, hebben zich verzameld om hier te schaken. Het schijnt dat Sinterklaas ook nog langskomt, dus er was net een drukke meute met kinderen. Maar we zijn natuurlijk vooral geïnteresseerd in het schaken. En nou ja, we gaan kijken wie er uiteindelijk met de hoofdprijs vandoor gaat. Simone, je staat hier als projectleider van de ICT en Schaakschool. En vandaag is duidelijk het schaken aan de beurt. Ben je tevreden tot nu toe? Ja, zeker. Met 20 deelnemers hadden we in ieder geval gehaald wat we nu wilden halen. En we zijn heel erg blij dat er nou, ook mensen zijn geweest die niet hebben aangemeld en toch zijn gekomen. We zijn eigenlijk heel blij met de opbrengst. En dit, ja, we willen dit volgend jaar gewoon nog een keer doen en dan nog groter maken. En kunnen mensen ook, voordat het volgend jaar het volgende toernooi is, ook verder in de wijk nog schaakactiviteiten? Ja, zeker. Op dinsdagmiddag is er voor kinderen tussen 4 en 5 in ieder geval de schaakschool. De tijd tussen 4 en 5, niet kinderen tussen 4 en 5 jaar. Ja, de tijd. Dus inderdaad de tijd. Tot een jaar of 13, 14? Ja, de basisschoolleeftijd. En dan vanaf de jeugd, dan is er in ieder geval op de donderdag het schaakcafé. En dat is tussen 11 en 1. En we zijn nog bezig om volgend jaar dat nog verder uit te breiden. Maar dat hebben we nu nog niet. Nu is het echt geschikt voor mensen die nog niet werken of die inderdaad thuis zitten. Om welke reden dan ook. En daar een activiteit voor te hebben. Maar straks is het ook de bedoeling dat mensen buiten werk ook nog een activiteit kunnen gaan doen. Frank, jij bent hier gekomen vanuit Welkom in Utrecht. Organisatie die ook activiteiten voor mensen in de AZC en voor statushouders organiseert. Maar je hebt vandaag ook zelf meegedaan aan het schaaktoernooi. Wat vond je van het idee? Ik vond het erg leuk. Het viel me mee hoeveel mensen er komen vandaag op zo'n doordeweekse dag, middag. En heel leuk om zelf weer eens een keertje te schaken, want dat heb ik heel lang niet meer gedaan. Dus ik vond het erg leuk. Mijn collega is er ook. Als ik goed geteld heb, heb je 2 partijen gewonnen en ben je in de kwartfinale helaas gesneuveld. Ja, de middelste die hebben we gelijk geteld. En de laatste ben ik verslagen door iemand uit mijn doelgroep, door een Oekraïner. Dus helaas. Dus dat geeft, van alle, maar kan ook een vreemd soort tevredenheid dat het iemand uit je doelgroep is. Ik ben blij dat hij de weg hier naartoe heeft gevonden. En ik hoorde toevallig via een poster die wij hadden opgehangen in de opvang waar hij verbleef. Dus het is alleen maar mooi als mensen de weg weten te vinden naar dit soort activiteiten. Hoesam, jij bent hier vandaag een beetje de referee. Je bent ook de schaakleraar van de schaakschool. Je hebt nu een eerste ronde bekeken. Viel het niveau je mee van de partijen? Ja, wel eigenlijk is heel verschil van de niveau. Sommigen kunnen echt heel veel. Ja, sommigen kunnen redelijk schaken. De tijd is 20 minuten per rondje. Als de mensen hebben veel ervaring met schaken, dit is niet genoeg voor hun, omdat ze moeten echt wel denken. Ja, voor de rest wel goed. Ja. En wat natuurlijk het mooie van schaken is, dat ook al spreken mensen elkaars taal niet, de taal van het schaken is voor iedereen gelijk. Dus iedereen kan tegen elkaar schaken. Ja, precies. Dan kan je de mensen laten zien wat in jouw hoofd zit, zonder een woord te zeggen. Bijvoorbeeld, mijn taal niet zo, ik spreek niet goed Nederlands, maar als ik met iemand schaak, dan laat ik hem zien dat kunnen we elkaar verstaan. Of schaaktaal is voor iedereen hetzelfde? Ja, voor iedereen, voor alle talen in de wereld, dan hetzelfde regels, dezelfde.